Hoe lang is het geleden dat jullie ermee begonnen zijn, die gedachte? Vorig jaar, februari, zijn wij gestart met de app. En ze lieten mijn appjes even zien hoe zo'n ding werkte. Ja. Het is eigenlijk een heel simpel gebeuren, hè? Ja. Het enige wat je doet is zorg dat je een aantal mensen hebt die allemaal op diezelfde app zijn aangesloten. Dus een groepsapp heet dat dan tegenwoordig in het jargon. En je spreekt met elkaar af. Mochten we iets zien waarvan we denken, nou, wat is daarmee aan de hand? Dan in feite waarschuw je elkaar door op die app elkaar een mailtje te sturen. Ja, en dan te zeggen van dat en dat heb ik gezien en hou dat eens in de gaten. Hebben jullie dan het gevoel dat er ook meteen reactie op komt? Ja, eigenlijk over heel het dorp verdeeld allemaal wel mensen heb die dan toch wel overdag thuis zijn of dan net op dat moment in de buurt zijn, zodat er snel gereageerd kan worden. Dus er staat een boom op omwaaien, ik verzin maar wat. Dat geef je ook door? Nee. Dus jullie houden je bezig met er zijn wat verdachte omstandigheden. Ja. Of, nou, en dan staat jullie wijkagent hierbij en die zegt van nou, ik vind het eigenlijk best wel een aardig systeem. Ik vond het een heel leuk en goed initiatief. Yeah. Met name omdat het van de mensen zelf komt. Hè. Yeah. Want wij gaan echt voor sociale betrokkenheid van, van de bewoners zelf. Precies. In ieder geval dat mensen hun ogen en oren gebruikten. Yeah. En dat vervolgens vertaald hebben naar de WhatsApp. Yeah. En dan is het aan ons om in een korte tijd te reageren erop. Ja. Om te kijken, is er wat aan de hand? Is het oké? Okay? Ja. Is het niet goed of wel goed? Ja. Maakt niet uit. Ja, maar wel communiceren met elkaar op een snelle manier. Ja. En tot op heden hebben we zeg maar niet echt veel een beroep op elkaar moeten doen. Maar ik denk wel dat de samenwerking oké okay is. Dat het hartstikke goed gaat. Ja. Let op WhatsApp. Buurtpreventie. Oké. Okay. Heb je hem? Succes. Dankjewel. Jij ook succes. En jij uiteraard ook. Ja, dat geldt.